terug bij het kanaal van Meeste Filmliefhebber en een nieuwe reactie op Avatar, de legende van Aang. De vorige keer reageerde ik op een van de meest geliefde afleveringen van boek 1, De Storm, waarin we meer leerden over Zuko en Aang's achtergrond, hoe ze allebei op een pad zijn beland waar ze aanvankelijk niet voor hebben gekozen. Hen is allebei heel veel leed aangedaan en allebei proberen ze betekenis te vinden op dat nieuwe pad. De een door anderen te helpen en de andere door hoop te volgen in de vorm van de Avatar zelf. Ze zijn zo verbonden op manieren die geen van hen ooit hadden kunnen voorspellen. En direct daarop volgen we met de andere meest geliefde aflevering van boek 1 Water. En dat is De Blauwe Geest. Wederom geregisseerd door Dave Filoni, die ook verantwoordelijk was voor Jet. Ik heb deze zelf altijd een beetje overgewaardeerd gevonden. Ik weet niet of ik de redenen daarvoor expliciet kan benoemen als ik de aflevering kijk. Maar het is zeker een heel fraai gemaakte episode. En ik hoop zeker dat jullie plezier gaan beleven aan mijn reactie erop. Hij speelt zich af direct na de gebeurtenissen van de storm. Of in ieder geval zo direct als maar kan zijn. Let's get into it. Dat ene kleine leidmotiefje van Glum. Oh, fantastisch. Absoluut niet. De Yuyan-schutters blijven hier. Uw verzoek is geweigerd, commandant Zhao. Kolonel Xinhu, overweegt u het toch? Het precisie is legendarisch. De Yuyan raken een vlieg op een boom van 100 meter afstand zonder te doden. U verspilt hun talent door ze te gebruiken als veiligheidsdienst. Ik kan hun talent gebruiken zoals ik wil. Het zijn mijn schutters en ik maak de dienst uit. Maar mijn jacht op de Avatar is alleen een teken van ijdelheid. Boom. Dit is een echte oorlog en daar heb ik iedere man voor nodig, commandant. Maar geen gemaar. Ik wil er geen woord meer over horen. Damn. Niet wil ik dus jou zo op een plek zetten als hij deed. Zo te zien ben ik bevorderd tot admiraal. Boom. Mijn verzoek is dus nu een bevel. Oh man. Laat maar zitten. Daar hebben we de titelpersonage. Dat masker dat hoorde eerst rood te zijn, maar ze vreesden dat hij dan te veel zou lijken op Spider-Man, dus maakten ze hem blauw. Weet je wat ik het leukst vind van Appa? Zijn gevoel voor humor. Dat is lief. Ik zal het hem vertellen. Typisch Appa. Hoe is het met hem? Niet zo best. Door die storm heeft hij het nu echt goed te pakken. Oh dear. Ja. Zo begon Sokka gisteren ook. En kijk nou eens. Hij denkt dat hij een aardemeester is. Sokka, rotsblok. Nog een paar uur en jij gaat ook wartaal uitslaan. Ik ga op zoek naar medicijnen. Zoals de ware Avatar betaald. Vraag hem af. Wat dit voor oude ruïnes waren. Ik heb ze nog nooit eerder gezien. We hebben het spoor van de Avatar nog niet opgepikt na de storm. Maar als we de koers op Noordoost houden... Wat willen zij nou weer? Misschien wel een potje paisho? Je ziet nu ook die luitenant Chi, die is nu weer volledig aan Zuko's kant wat betreft de jacht op de Avatar. Hij had er eerst gewoon totaal geen zin meer in, omdat Zuko hun levens gewoon minder waard achten, maar omdat hij dus getuige was van Zuko die stuurman het leven redde en hen uit de orkaan loodste, heeft hij dat respect weer teruggekregen en zijn ze weer echt wat meer gelijken. Dat is een leuke klein detail. Ik heb niets te melden aan Zhao. Verlaat nu mijn schip en laat ons door. Admiraal Zhao laat geen enkel schip in of uit dit gebied varen. Ga van boord! Uitstekend! Ik heb de pot. Maar jullie worden beter. Ik weet zeker dat jullie de volgende keer zullen winnen. Oh, slijmerige glibber. Hij probeert ze gewoon nog meer geld in te laten zetten. En Zuko kan geen kant meer...
meer op vanwege jou. Luister goed naar Momo. Je moet hiermee naar de rivier lopen en het vullen met water. Snap je? Misschien moet je het even opschrijven. Niet dat Zuko zich door Zhao's middelen tegen laat houden, maar wat gaat hij dan doen, vragen we ons af. Hallo, sorry dat ik zo binnenval, maar mijn vrienden hebben medicijnen nodig. Ze hebben koorts en ze hoesten steeds en... Ga zitten, jongeman. Je vrienden worden snel weer beter. Oh boy. Ik ben hier al langer dan 40 jaar, weet je. Er waren er meer, maar die zijn al jaren weg. Dit gaat nog een hele hoop poos duren, denk ik. Dat is fijn. Gewonde aardrijktroepen komen nu en dan nog langs. Dappere jongens. En dankzij mijn remedies gaan ze altijd gezonder weg dan dat ze kwamen. Dat is fijn. Bent u bijna klaar? Wacht even. Ik moet er nog één ingrediënt in doen. Pijnboomschors? Nee, dat is niet goed. Bananenblad? Oh nee. Gemberwortel? Ja. Oude dames. Am I right? Is alles in orde? Er is bijna een uur voorbij en je hebt de mannen nog geen bevel gegeven. Het maakt me niet uit wat ze doen. Geef de hoop niet op. Je kunt de avatar nog vinden, voor Zhao. Hoe dan, oom? Met Zhao's middelen is het een kwestie van tijd voor hij de avatar vangt. Mijn eer, mijn troon, mijn land, ben ik dan voor eeuwig kwijt. Je hebt ze niet nodig, Zuko. Daar heb ik nou naar gezocht. Pruimenbloesem. Eindelijk. Dank voor uw hulp. Wat denk je dat je aan het doen bent? Het middel naar mijn vrienden brengen. Dit is geen middel. Het is Miyuki's eten. Van pruimenbloesem. Oh, come on. Mijn vrienden dan? Geef ze maar bevroren boomkikkers. Er zijn er heel veel beneden in het moeras. Waarom? Wat moet ik dan doen met bevroren kikkers? Nou, erop zuigen natuurlijk. Erop zuigen? De kikkerhuid bevat een stof die je vrienden zal genezen. Maar je moet er veel meenemen. Want als die kruipers ontdooien, werkt het niet meer. U bent gek, ja toch? Inderdaad. Nou, sta er niet te staan, joh. Weg. Dat is wel heel veel pijnen voor één doelwit. Is deze van u? Ik denk niet dat beleefdheid nu veel meer uit gaat maken. Ik zou gaan rennen. Deze muziek is echt super cool. Het voelt echt als iets wat je zou verwachten in oude Japanse of Chinese Zhang Yimou film. En deze jongens die bewegen zich nog soepeler voort dan een luchtmeester. Het is ongelooflijk. Een kikker! Dat dat niet zo hand op hoorde, serieus. Zo! Echt in no time! Die Janschutters zijn inderdaad legendarisch in wat ze kunnen. Steden wat Zuko niet gelukt is in maanden. Dus dit is de grote avatar. Meester van alle elementen. Ik weet niet hoe je de vuurnatie 100 jaar lang hebt kunnen ontlopen. Maar het verstoppertje spelen is nu voorbij. Ik heb me nooit verstopt voor jou. Maak me los, dan vecht ik nu met je. Nee. Zeg eens, hoe voelt het om de enige luchtmeester te zijn? Mis je je mensen niet? Eigenlijk. Oh, maak je geen zorgen. Jij wordt niet zo gedood als zij. Want als jij sterft, word je weer opnieuw geboren. En moet de vuurnatie haar zoektocht naar de avatar opnieuw beginnen. Dus ik houd je in leven. Maar ook, maar net. Je situatie is hopeloos. Je kunt niet ontsnappen uit dit fort. En niemand zal jou nog komen redden. Dat dacht je.
daar zo dol op die drie afzonderlijke shots die op hem inzoomen. Het bevestigt echt van, hier is iemand die je nog nooit eerder hebt gezien. Dramatische entree ten top. Erin is één ding, je moet er straks ook nog uit. Wij zijn de zonen en dochters van het vuur, het superieure element. En tot vandaag stond er maar één ding onze overwinning in de weg. De Avatar. Ik kom jullie vertellen dat hij nu mijn gevangen is. In dit jaar keert Zozin's komeet terug en geeft ons zijn krachten. Dit jaar zal de vuurnatie door de muren van Ba Sing Se breken en de stad platbranden. De dramatische presentatie van zijn toespraak, hoe hij uitkijkt op die mannen met de belichting van die vlammen en dat schreeuwende publiek, het is zo cool gedaan. Deze aflevering gaat echt een heel andere kant op wat sfeer betreft. Wat? Niet weggaan, kikkers! Mijn zieke vrienden hebben jullie nodig! Word alsjeblieft weer bevroren! Ja, sure. Ga er alleen op af. Deze man is een expert in zijn vak. Dat is beter. Wie ben je? Wat is dit? Ben je hier om me te redden? Lijkt me, ja. Als je nagaat wie hij is al die tijd, dan worden al zijn acties zoveel interessanter. Van hoe hij weigert iemand te doden, hoe hij zo specifiek te werk gaat, waarom hij niks zegt. Mijn vrienden moeten op die kikkers zuigen! Dat kleine rinkelgeluid op de achtergrond van dat is fantastisch. Het draagt zoveel bij aan hoeveel spanning je voelt. Stuur de volledige tekst van mijn toespraak op naar de vurenheer. Samen met mooie getuigenissen van alle aanwezige officieren en... Ja, misschien maar even wachten. Heer, zal ik wachten met het sturen van die speech naar de vuurheer? Klasse. Oh dear. Daar! Op de muur! Waarom zagen ze dat niet eerder? De avontuur is ontsnapt! Sluit alle poorten onmiddellijk! Blijf dichtbij me! Dit vind ik zo cool. Die samenwerkt met een tegenstander, met iemand met een totaal verschillende stijl van vechten. En pacifisme ten top. Ze veranderen telkens de actie op een specifieke manier. Het wordt telkens vernieuwd en blijft zo dynamisch. Gozer die is essentieel om Aang in leven te houden, maar hij hindert hem tegelijkertijd ook met hoe hij vecht. En hij deinst niet terug om mensen te doden, that's for sure. En dit laat weer zien hoe efficiënt de vuurnatie is in oorlog voeren. Zo van, ze zijn genadeloos golf naar golf. En dit is wel het pronkstuk. Gewoon stel lopen. Stop met vuren. Ik wil de avatar levend hebben. Als ik hem niet krijg, krijg jij hem ook niet. Admiraal, wat zegt u nu? Laat ze eruit. Nu.
En voor het eerst dat we echt twijfels krijgen over de intenties van deze gozer. Kun je hem zo raken? Schiet de dief neer. Ik lever hem uit aan de vuurheer, samen met de avatar. Blijft aan. Niet alleen vanwege de avatar zijn, maar hij helpt gewoon anderen. En Zuko hielp hem. De Tsumihorn. Weet je wat het ergste is van 100 jaar geleden geboren worden? Ik mis de vrienden waar ik mee omging. Voor de oorlog begon, ging ik vaak op bezoek bij mijn vriend Kuzon. En wij tweeën, we haalden samen heel erg veel kattenkwaad uit. Hij was een van mijn allerbeste vrienden. En hij was van de vuurnatie, net als jij. Als wij elkaar toen gekend hadden, hadden we dan ook vrienden kunnen zijn? Daar is het nog te vroeg voor. Maar ja, het verwart hem gewoon. Aang had geen enkele reden hem te redden. En te verzorgen. Waar ben je geweest? Maar hij deed het toch. Je hebt de muziekavond gemist. Luitenant Chi zong een roerend liefdeslied. Ik ga naar bed. En storm me niet. Ja, dat is die aap van die piraten. Oh, hoe was je terug? Heb je nog nieuwe vrienden gemaakt? Nee, dat is niet gelukt. Maar je probeert het. En zie je dat dit soort momenten, dit soort woordloze momenten. Het is tegelijkertijd een van de meest belangrijkste stappen in Zuko's ontwikkeling. Voor het eerst kijkt hij terug naar zijn eigen land, zijn eigen natie, zijn volk. En voelt dat hij niet bij hen hoort. Dat hij voelt afkeer naar ze. Omdat Aang voor hem gedaan heeft wat zijn eigen landgenoten, zijn eigen familie niet eens voor hem over zouden hebben. Zijn vader heeft hem verminkt. De legerscharen en admiraal Zhao die willen hem allemaal dood. Omdat hij een verrader is. Zijn volk thuis kijkt op hem neer. Aang, zijn grootste vijand, was als enige bereid hem met respect en vriendschap te benaderen. Terwijl hij daar niet eens überhaupt een reden toe had. En het laat Zuko gewoon voor het eerst anders naar dingen kijken. Dat is dus wat ik al zei in de intro. Ze zijn op bepaalde manieren met elkaar verbonden die ze nooit hadden kunnen verwachten. Als er inderdaad geen oorlog was, dan hadden de prins van de vuurnatie en de avatar gewoon makkelijk vrienden kunnen zijn. Maar de oorlog en Zuko's obsessie staat tussen hen in. Dit is lekker. Ja, dat zou ik ook wel even in mijn mond willen spoelen. Ah, geweldig. En dan krijgt Sokka er later volgens mij dus een vat van achterop zijn keelgat flap, zoals hij het noemt. Verreweg het beste deel van deze aflevering is die infiltratie van de blauwe geest en zijn ontsnapping met Aang. Het is zo geweldig in elkaar gezet zonder überhaupt een woorddialoog eraan vuil te maken. En dan nog die afsluiter met Aang en Zuko gewoon samen in het bos. Een poging tot vriendschap. Het is zo prachtig, subtiel en sensitief gedaan. En het bevat ook gewoon genoeg aan humor. Ik vind het nog steeds een beetje overrated. Ik kan er niet bepaald mijn vinger op leggen. Gewoon van hoe alles
specifiek wordt opgezet naar het conflict. Het kan altijd beter nog, is mijn visie. En misschien verwacht ik dan tegelijkertijd ook een onbereikbare perfectie. Maar als ik deze aflevering vergelijk met andere van de beste afleveringen van Avatar, dan staat deze vrij onderaan in de ranglijst. Misschien denken jullie daar weer heel anders over of zijn jullie het met me eens? Laat het graag weten in de comments en dan zie ik je de volgende keer bij het kanaal van de meeste filmliefhebber met een nieuwe aflevering van Avatar, de legende van Aang. Goodbye, stay safe and live long and prosper.